is een wonder dat er nog geen serie over is gemaakt. Want alle ingrediënten zijn er. Ja, drie mooie vrouwen. Alle drie kunstenares. Eentje woont op Ibiza, eentje in Amerika en één onder de rook van Amsterdam. En ze komen bij elkaar voor een gezamenlijke expositie. Oh, je moet iets naar midden. Ja, stop iets terug. Ja. We zijn in mijn huis en dat is ook eigenlijk wel mijn waar ik werk en waar ik exposeer. Dus het is een gallery en alles in één eigenlijk. Dit huis is meer zo'n huis waar je denkt, klik, klik, alles gaat aan. Vind je niet? Niet alles is wat het lijkt. Oh, ja. Het lijkt beschimmeld, maar er zit gewoon veel zout in de kaas. Het is wel lastig, want het is een boerderij, dus ik heb niet heel veel muren. Maar dat hebben we dus nu wel heel creatief opgelost, vind ik, met ezels. Ik maak de beelden, dus voor mij is het allemaal heel goed. Maar ik vind het heel leuk om samen te werken met een schilder of een fotograaf. Het is eigenlijk heel leuk om het samen te doen. En dit is Sheltered. En dit is een heel jong meisje, en die heb ik gefotografeerd. En daarna heb ik een soort van schelp gebruikt die haar nog een beetje beschermt. Het gaat over, het is een serie over adolescentie. En Sheltered betekent nog een soort van bescherming die ze heeft. En ze kijkt zeg maar door de schelp heen naar de wereld. Ja, het ziet er mooi uit, hè? En dat komt omdat Mickey Hoogendijk, Judith Wiersema, die waren in beeld, maar niet Lola Loren. Hoe kan dat nou? Ik zat nog in het vliegtuig en het ging allemaal heel langzaam vandaag. Oh, nee. Dus ja, nee, ja, het ging niet. Maar ze hebben het heel goed gedaan, hoor. Ik zag ook een beetje kunst van mij staan. Ja, alles is klaar. Oh, dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben dat niet stiekem weggelaten of zo. Nee, ze zijn heel aardig. Ze zitten daar wel met z'n tweeën aan die kant. Maar het gaat heel goed zo met z'n drieën. Ja, het is wel goed om even te zeggen. Jullie met z'n drieën, alle die verschillende dingen. Het gaat om schilderen, dat doe jij. Het gaat om beeldhouden, dat doe jij. Het gaat om fotograferen, dat doe jij. Met z'n drieën hebben jullie het idee gehad. Jullie zijn ook vriendin of niet van elkaar? Nou, niet echt. Ik ken de beide dames. En nu zijn we hele fijne vriendinnen. Ja, nee, maar je moet op een gegeven moment toch bij elkaar komen. Waarom zijn jullie een gezelschap? Waarom vormen jullie een trio? We zijn dezelfde leeftijd en we hebben denk ik aardig wat dingen meegemaakt in het leven die ook wel gelijk zijn. En we leven alle drie van onze kunst, we houden van onze kunst. En het is ook heel erg bijzonder dat je met drie vrouwen die krachten kunt bundelen en dat samen deelt, zo'n expositie. Dat is eigenlijk ook veel leuker. Maar jij hebt het voortouw genomen. Jij hebt gezegd, we moeten hiermee beginnen. Nee, Lolo die belde me op en die zei, kunnen we niet wat doen? Ik wil iets in Naarden doen. Ja. En Judith. En toen zei ze, jij kent Judith. Toen heb ik Judith gebeld. Oh, wat lief! Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat hoor je zo is het gegaan. Nee. Jij werd in mijn schoot geworpen door een allerliefste dame met een onwijs gave galerie die ik eigenlijk wilde gebruiken. En toen zei ze, nou, dat is zo leuk als je dan met Judith. En ik kende jou eigenlijk helemaal. Ik had je één keer gezien, haar alleraardigste in Ibiza. We moeten nodig weer bijkletsen. En toen, dacht doe dat hier maar vast. Met z'n tweeën, dat weet ik niet, want ik ken Judith eigenlijk niet. Toen dacht ik, Mickey zie ik zo hard gaan, het gaat zo goed. En ik heb haar zo lang niet gezien, terwijl ik haar al jaren ken. Toen dacht ik, een trio is better than two. Zo, dus toen ging het vragen en het werkte en we hadden een datum. En toen maar dat is wel belangrijk. Hè? Het moet klikken, maar je moet dat is kunst gewoon goed en aardig. Het kan ook zijn dat je denkt, nou, Judith, leuk, maar daar ga je dan wel weer even bij elkaar kijken. En ik denk dat je dat dan als vrouw zeker heel subtiel dan langzaam. Als je het niet leuk vindt, dan moet je dat natuurlijk toch ergens. Dan zeg je het niet. Erin duwen. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, ik heb die datum. Dan kan je altijd nog moeilijk doen over de datum of zo. Dat ging ook wel een beetje moeilijk in het begin. Maar. Dus daarom hebben we uiteindelijk geopend in Ibiza. Maar dat was eigenlijk top. Ik ben heel blij dat het eventjes een beetje stagneerde met de datum. Want je hebt wel drie mensen inderdaad in drie verschillende landen. Dus hoe krijg je die bij elkaar? Ja. Met alles wat we hebben, families, dit, dat en vrienden. En werk, wat dan ook. Dus daar komen we boem bij elkaar. Maar we hebben een week in Ibiza gehad, was het einde. Nee, maar het is belangrijk, en dan kom je tot elkaar. Maar het is ook belangrijk dat jullie zeggen dat zelf ook. Je hebt veel in je leven meegemaakt. Wie niet? Misschien niet weten. Ik heb niks meegemaakt, daarom hebben jullie gelukkig hier aan tafel. Maar jullie hebben met z'n drieën een hoop dingen meegemaakt. Echt stevige dingen. Ik zei al, het zou gewoon een mooie tv-serie kunnen worden. Nou, maar het zijn eigenlijk alle vrouwen van onze leven. Het zijn niet wat wij dan zo vreselijk veel meemaken. Wel, nee. Ik wil altijd in de kroeg met sterke verhalen vertellen. Ik bedoel, ja, maar dat mag jou best. Dat kun je ook helemaal missen. Maar laten we even kennen. Nee, maar laten we even centraal. Sorry, Mick. Ja. Ik was aan het woord. Nee. Maar eerst even, dat willen we het uitschrift verweten, want jullie zijn alle drie gescheiden. Van wie? Oh jeetje. Hoe heet hij ook alweer? Herman Heinsbroek. Herman Heinsbroek. Ben jij gescheiden? Nee. Hoe heet je vrouw?
Ja, kom op. Ja, maar ik bedoel, jullie hebben die expositie. Ja. Kom op. Nee, maar kom op, Mickey, anders moet ik het zeggen. Ik ben gescheiden van Rob Scholten en Adam Curry. Ja, en Rob Scholten, heel leuk om te weten natuurlijk. Hè. Die heeft hier op de tafel gezeten, was een waanzinnig leuk gesprek. En Rob Scholten die gaat de expositie openen. Ja, heel dierbaar. Heel dierbaar. Blij mee. Ja, heel blij mee, natuurlijk. Geweldig kerel. Ja, de dames opperden dat. Toen zei ik, weet je het zeker? Ja. En toen vroeg ik het en toen zei hij, ja, dat vond ik erg leuk. Ik heb een allerleukste ex-man. En dat is de vader van mijn kinderen en... Ja, adorable. Ja, en jullie zijn in die zin ook bekender, althans door je mannen. Speelt het nog een rol in deze expositie of totaal niet? Rob Scholten komt het openen, maar verder helemaal niets terug te zien in de kunst. Geen enkel moment. Ik denk dat alles terug te zien is in je kunst. Als je goed kijkt naar wat iemand maakt en waarom ze het maken... dat het leven en die ervaringen daar allemaal in zit, ja. Ja, maar nou gaat het wel een beetje te veel over de, ex, over de scheiding en de ex-man. Daar gaat het bij mij eigenlijk... Daar hebben we het eigenlijk nooit over. Nee, ik heb er helemaal geen zin in. Als het in je werk terugkomt... Nou ja, ja, maar goed, ik vind dat het nu een beetje te veel aandacht krijgt. Vind ik een beetje... We hadden ons voorgenomen, we hebben het over kunst. Nou, ah, nou ja, nee, maar de power die erachter zit. We zijn gewoon drie vrouwen. Inderdaad, ik heb veel meegemaakt. Dat is een scheiding en een klein ding van, laat ik het zo dan willen zeggen. Want er zijn nog 10.000 andere dingen gebeurd. En ja, ik wil me niet neerzetten als een gescheiden vrouw hier. Dat vind ik echt een beetje... Ik wil graag als een... Kunstenaars worden neergezet. Liever. Ja, nou, sorry. Het is wel belangrijk natuurlijk dat je dingen in je leven meemaakt. Jij zegt het ook, hè? Dat gebruik ik ook in mijn werk. Wat gebruik je dan wel in je werk? Wat zijn voor jou belangrijke aanknopingspunten? Nou, het leven inderdaad het zelf. Wat je meemaakt en wat je ziet. En de inspiratie die je krijgt over kleuren of bomen, natuur of mensen of mode of alles. Maar om dat nou te zeggen, om dat terug te naar mijn echtscheiding, nee. Sorry. Nee, voor jou niet, maar voor jou heeft het dus wel degelijk ermee te maken. Je zegt dat heeft te maken met verwerking. Tenminste, dat zei je net. Dat speelt nou, dus wel verwerking degelijk. Zei ik niet. Maar ik heb wel een hele mooie serie gemaakt die Marriage heet. Ja. Maar die is gebaseerd op het werk van Marina Abramović. Een tentoonstelling die ze ooit heeft gedaan. En dat trek ik dan wat verder dan alleen maar mijn eigen ex-man. Want volgens mij zijn meer dan 50-60% van... de samenleving op dit moment gescheiden. Dus zo bijzonder is het allemaal niet. Nee, maar het is even om jullie wel neer te zetten. Hè? Natuurlijk, zeker als je ook dat mensen weten wie zijn jullie, waar kom je vandaan. Er speelt nog iets een grote rol. Je moet geld verdienen met kunst. Dat is belangrijk. Sommige mensen zeggen, dat is het. We hebben dat we weten al heel lang. Dat is leuk, dat kan ik ook. Maar ik doe er misschien andere dingen bij. Of lukt het jullie om helemaal van de kunst te leven? Wij leven van de kunst. Ik krijg heel veel alimentatie. Dus ik... Dit is het wel makkelijker. Zie je, je komt toch weer op dit onderwerp uit. Niet te geloven. Nee, dat doe ik om jou te pesten. Maar, je weet gewoon dat het echt... Je gaat er niet vanuit dat je ervan kan leven. Tenminste, ik niet in eerste instantie. Nee. Maar ja, ik ben ook pas 10 jaar of 11 jaar geleden... echt gaan verdienen ermee. Maar, vond jij het meteen belangrijk? Ik dacht, ik zit gewoon in mij. Ik wil iets mee doen. Het was wel een bevestiging op mijn werk. En... ik voelde me ook nog niet helemaal een kunstenares in het begin. Dat groeit langzaam. Maar ja, het is wel heel leuk als iemand wil betalen voor je. Het is heel leuk, maar is het ook inderdaad direct de bevestiging... dat je dacht, nu ben ik kunstenares? Want nu wordt het iets... Maar ze willen echt voor mij betalen? Nee, maar het helpt. Maar het is je bent onzeker als kunstenaar, denk ik, sowieso, als mens. Maar die onzekerheid blijft. Die neemt wel weg op het moment dat je iets verkoopt. Maar eigenlijk de dag daarna ben je... verkoop je je niet en dan denk je, misschien was het wel een lucky shot. Wanneer dacht jij met foto's, je hebt een moment dat je denkt, het zijn mooie foto's... of mensen om je heen gaan zeggen, wacht eens even, het is meer dan dat. En dat het inderdaad kunst is. Mm. Dat het dus ook geëxposeerd mag worden, moet worden, dat het verkocht mag worden. Ja, bij mij was dat heel vreemd 4 jaar geleden begonnen. Toen hing ik meteen op een grote beurs in Los Angeles. En 2 weken later in Washington, D.C. En toen werd mijn eerste werk verkocht. Dat was een heel groot moment, een hele leuke vrouw. En dat deed heel veel, maar toen publiceerde de Washington Post... een artikel over die expositie met mijn foto erbij, van het werk. Ja. En toen dacht ik, volgens mij heb ik iets goed gedaan. Dat is het enige. Ja. Maar toen was het nog niet, ik ben kunstenares. Dat is pas later gegroeid, de afgelopen 4 jaar... dat mensen reageren op je werk, waardoor je ineens denkt... van, dit mag ik doen. Toch is altijd mooi om precies het moment te weten. Is het bij jou aan te geven? Dat je dacht, ik ben nu gewoon een kunstenares, ik weet het zeker. Ik spreek het zelf ook uit. Dus mensen aan mij vragen, wat doe je? Zeg, ik ben kunstenares. Nou, dat is hetgene wat ik het best kan. Ja. Dus
dat ook doe. En daar zit dus wel ook een ambitie ergens achter, inderdaad. Want ik moet wel geld verdienen. Maar het is wel hard doorbikkelen. Ik ben er nog niet. En luister, menig kunstenaar ging dood en toen pas ging die goed verdienen. En ja. Ik hoop dat het zover niet gaat lopen. Nee, ik kan zeggen, dat is zo jammer. Dat ja, dat doe je toch liever tijdens je leven. Het gaat, maar het is hard bikkelen. Nee, maar ik heb ook nog steeds momenten dat ik niet vind dat ik een kunstenaar ben. Je bent je daar niet steeds bewust van. En mensen zeggen wel eens, ja, maar jij bent toch die kunstenaar of zo. Dan is dat nog steeds vreemd. Dus dat wel. Alleen, je hebt momenten dat je het wel echt beseft. Dat je echt denkt, ik heb ooit een keer een vrouw in Duitsland in een expositie die helemaal mij ging vertellen wat een tors was. Want ik maakte torsen. Ja. Wist ik zelf niet eens. Ja. Maar ik maakte dat wel. En dat was ook heel super boeiend. En het klopte wel wat ik maakte. Volgens deze mevrouw, die was echt daar, die had er echt voor gestudeerd. En toen voelde ik me wel trots. Maar dat zijn momenten dat je denkt, hey, ik doe iets goed. Ja, dat zijn betekent wel dat je natuurlijk op een gegeven moment ook een prijs mag bepalen. En dan dat je denkt, nou, die moet zo hoog zijn. Want je zegt ook, dat is flink bikkelen, ik moet hard voor werken. Ze moet goed voor betaald worden. We hebben een staatssecretaris die het ook geroepen heeft. En er moet gesnoeid worden en geen subsidie meer. Ja. De hele discussie kwam los. En toen zeiden veel mensen, het lukt mij gewoon niet meer. Het lukt jullie dus alle drie om dat wel te doen. Is het voor jou ook hard werken, echt bikkelen? Het is keihard werken. Ik doe dat helemaal in mijn eentje. En dan ook nog in Amerika. En je bent in Amerika altijd one paycheck away of van op de straat staan. Ja. Want daar is het gewoon keihard. Als het over is, is het over. Dus ik werk keihard. En het geld dat ik verdien gaat ook allemaal weer in de productie van nieuw werk. Dus dat betekent dat je alles aan de kant moet zetten om dit gewoon te doen. Anders lukt het niet. Je moet reizen. Je hebt de kosten van de productie. Je hebt de kosten van het neerzetten. En daar gaat het naartoe. Hoe lukt het je om je toch daarvoor af te sluiten, voor het zakelijke aspect en gewoon echt je te wijden aan kunst? Absolute naïviteit. Ja, dat is. Mijn vrienden zeggen altijd, je bent of heel naïef, schat, of je bent ontzettend stoer. En we zijn er niet over uit. Ja. En ik zelf ook niet. En ik denk dat een bord voor je kop en willen doen wat je, dat is ook wat jij zegt. We zijn hier heel goed in. En dit is wat we willen doen. Ja, maar het lukt ook niet altijd om natuurlijk alleen daarmee bezig te zijn met die creativiteit. Was maar waar. Nee, je moet ook werken. Het is denk ik een heel klein stukje dat je even heel explosief bent en de ideeën hebt. En het uitvoeren is er voor mij zeker een gedeelte ook dat is vrij. Ik zie het is een marathon lopen af en toe, maar wat we nu doen. Ja, het driekwart van de tijd ben je ook bezig met zaken. Ah, jammer genoeg. Nou ja, daar ben je dus zelf mee bezig. Ik hoor vaak van kunstenaars die zeggen, dat moet ik, dat wil ik. Hoe dan ook, kan ik het misschien niet, maar ik moet dat van me afzetten. Want anders kan ik geen kunst maken. Dus tenzij je probeert, bord voor je kop, herken je dat? Nou, letterlijk, hè? Van ik moet gewoon afsluiten. Eigenlijk, je kan je kunst het beste zelf verkopen. Ja. Ik wil de enthousiasme die erachter zit en de kennis waar je het mee hebt gemaakt en waarom en wat verhaal was daar toen ik dat schilderde. Ja. Dat kan ik het best. Dat kan verder niemand voor mij. Dus daar sta je dus weer alleen. Van oké, maar ik kan het dus beter zelf. Dus dat zakelijke. Je moet heel veel mazzel hebben met een hele goede galerie die echt in je gelooft. En die zijn er ook. Ja. Daar geloof ik ook in. En dat is het. Maar ik bedoel, ik vind aan het einde van de dag kan je hetzelfde verhaaltje wat jij voelt bij dat beeld. Wat jij steeds meer mensen foto willen ook naar de kunstenaar zelf. En willen zelf de kunstenaar kennen en weten wat erachter zit. Dat geldt voor jullie ook. Maar dan heb je het al. Weten wat erachter zit. Willen dus ook alle persoonlijke verhalen kennen van jullie of niet? Ja. Maar kunst heeft een verhaal nodig. Dat kunst gaat wordt ver. Niet verkocht aan een verhaal. Dat is gewoon. Nee. Dat is het verhaal achter de kunst is eigenlijk bijna meer waard. Je maakt de kunst meer waard dan. De mensen willen wel weten wat ze kopen. En weten steeds meer dat er een verhaal überhaupt in kunst zit. Een tijdje geleden wist niet iedereen dat. Dus dat maakt het alleen maar interessanter voor ons. Jullie zijn een aantal dagen dus zelf ook daarbij aanwezig. Tijdens deze expositie. En dan zijn jullie met z'n drieën. Hoeveel dagen zijn jullie zelf ook bij? Nou, wij zijn zelf dus echt aan het uitpakken en aan het slepen en sjouwen en poetsen. Ja. Het is gewoon hard werk. Morgen en zaterdag en zondag, toch? Dat vroeg je toch? Wanneer we er zijn? Drie dagen. We mogen soms alles vragen. Ja. Ja, kijk, en daarna gaan zij allebei weer terug. En dan heb ik de rest van de week. Doe ik het, hè? Ja. Voor de dames. Oké, dames. En er staat hier inderdaad drank op tafel. Ja, is bijna natuurlijk. Dat is even nodig. Zo het even was heel lekker. Dank je. Oké, jullie komende week erg veel succes. Dank je wel. Dank je voor dit verhaal. Dank je wel. En dit is Van Lien Bluif van donderdag 19 mei. Fijne avond en tot morgen.